Zangeres Willeke Alberti heeft haar steun uitgesproken voor afzwaaiend minister-president Mark Rutte en uit haar ongenoegen over de groeiende negativiteit in de Nederlandse samenleving. Ze benadrukt dat het niet normaal is hoe iedereen tegenwoordig met elkaar omgaat en betreurt de kritiek die Rutte ontvangt. Als voormalige partner van multimiljardair John de Mol geniet Willeke van een comfortabel leven, maar ze begrijpt de huidige kritiek op Rutte niet. Wat moeten wij zonder, vraagt ze zich af, terwijl ze vindt dat Rutte meer erkenning verdient voor zijn inzet. Ze beschouwt Rutte als een mens die, ondanks zijn fouten, goed wil doen voor iedereen. Ze betoogt dat we dankbaar moeten zijn voor een premier als Rutte en dat het niet alleen gaat om politieke voorkeuren, maar om waardering voor de persoon zelf. Willeke Alberti is van mening dat de kritiek op Rutte soms te persoonlijk wordt, met nadruk op zijn af en toe vergeetachtige momenten. Ze pleit ervoor om meer te focussen op de inhoudelijke discussie in plaats van op persoonlijke aanvallen. Als slotwoord benadrukt ze dat politici ook maar mensen zijn en dat we allemaal streven naar een zinvol en eerlijk leven, ongeacht onze financiële status.